Er is bekend dat 1 voor 12 op elke schooldag belegde broden levert aan de leerlingen van de Sint-Wilhelmus School in het inheemse dorp Powaka. Met de hulp van verschillende donateurs zet 1 voor 12 deze grote uitdaging voort. En daar vertelt voorzitter Vismala u gebruikelijk alles over. Zoals altijd maken wij wekelijks een verslag en in deze uitzending ziet u een verslag van enkele leveringen. Jongens en meisjes, ladies and gentlemen. Zo, goedemorgen. Broodkaas. Woensdag 13 maart, we zijn er weer te OS Sint-Wilhelmus School, de Powaka, om de kinderen wederom van brood te voorzien. Nou, vandaag wil ik bedanken. Zoals altijd bedanken wij onze mensen die achter ons staan, zoals meneer Renvorm en zijn team, die ervoor gezorgd hebben dat wij wat budget hebben vanaf de crowdfunding dat georganiseerd was op 24 februari in restaurant Bovinië, de Breda van onze vriend Wim. Nou, Renvorm en team, bedankt voor uw ondersteuning. We willen ook bedanken onze vriend Kees en Tom die ons voorzien hebben van Salami Wars. Kees en Tom, bedankt voor uw ondersteuning. Verder wil ik ook bedanken Warung Tutti. Daar hebben wij ook een geldbus geplaatst. Nou, Warung Tutti heeft een geldbus geplaatst en daarin kunt u een collect doen, een donatie doen voor de kinderen van Powaka. Nou, Warung Tutti, we willen u bedanken voor uw bereidwilligheid dat wij een geldbus daar hebben mogen plaatsen en dat er mensen zijn die nog wat kunnen doneren, willen doneren, gaan doneren. Ik roep je allemaal op om in Rotterdam te gaan doneren bij Warung Tutti ten behoeve voor de kinderen. Tenzij u dichtbij deze warung woonachtig bent of toevallig in de buurt gaat bij Warung Tutti, doet u een donatie voor de mensen in nood. Warung Tutti is een van onze vaste donateurs geworden. Wij zijn heel trots op deze warung die ons vaker maandelijks ondersteunen voor onze goede doelen. Warung Tutti, bedankt. We willen ook verder bedanken R. Gaspar, Stichting Kripa, Pokorn Jetro Kenneth, Mama Tevrede Terborg, Heer en Mevrouw Tjenatak, R. Maknak, M. Smit, Derveld, Monzo Thuiszorg, Heer en Kalpoe, Mevrouw T. Laurens Holban, P. Meijer, Familie Ganga, Granloos Christel. Het zijn een greep van de mensen die achter ons staan, die ons regelmatig doneren. We zijn ze allemaal dankbaar en we roepen u op die nog niet gedoneerd heeft om de zaak te ondersteunen. Het gaat om de kinderen die het moeilijk hebben die wij ondersteunen. Als u ook een dubbeltje, een gulden of wat u dan ook wil ondersteunen, zal het de kinderen goed doen, vooral als het gaat om hun leerprestatie. En daar maken wij van 1 van 12 geen grappen mee. Als het gaat om kinderen hun leerprestatie, dan zijn wij de eerste die in de bres springen om de kinderen te ondersteunen. We kijken naar uw ondersteuning uit en roepen u op de zaak te ondersteunen. Nogmaals onze hartgrondige dank naar meneer Renvorm die belangeloos heeft georganiseerd de crowdfunding op 24 februari jongstleden. En het is goed gegaan dat wij nog budget over hebben om beleg te kopen voor de kinderen. En dat doen wij met alle lobby. En ook met uw ondersteuning, u weet niet, alleen beleg is van belang. We hebben boter nodig, we hebben blom nodig, we hebben personeel nodig die erachter staat. In deze dagen gaan wij ook een greep nemen om u te laten zien hoe het allemaal te werk gaat. Hoe de mensen heel hard werken om de broden voor elkaar te krijgen voor de kinderen van Powaka. Het is een innerverend werk, een hele team die erachter staat. Daarom roepen wij u op. Ondersteunt u de zaak. Vrijdag 15 maart, we zijn er weer te Sint-Wilhelmus School, te Powaka. Je weet het, we putten ook die zo tapoe en we tikken ook en we dwaren ook die zwie. We zijn er weer vandaag om de kinderen te voorzien van een goed belegde brood. En dat hebben wij te danken aan verschillende donateurs die wij nu gaan bedanken. Dan kijk ik richting Renvorm en zijn hele crew die ervoor gezorgd hebben
dat er een crowdfunding gehouden werd in februari 2024 in restaurant Bovinje van Wim. Nou, Wim, ook bedankt dat u als ondernemer dit heeft vrijgemaakt voor Info 12. We danken u en we danken ook uw hele team. Nou, verder willen wij bedanken Warong Tuti, een van onze vaste donateurs die ook maandelijks een ondersteuning doet. Warong Tuti, we danken u voor uw ondersteuning en vragen naar meer. We roepen mensen op die richting Rotterdam wonen om Warong Tuti te bezoeken om in een van de geldbussen van ons een geldondersteuning te doen voor de mensen in nood. Als je dat doet, dan je power lipting zijn abentrang van Oudu. We kijken er naar uit. Verder willen wij bedanken R. Gaspar, Sichting Kripa, Pokorni Jethro Kenneth, Mama Terborg, heer en mevrouw Tjennetak, R. Maknak, M. Smit, Derveld, M. Smit, daarna hebben we Derveld, Monzo Thuiszorg, heer N. Kalpoe, mevrouw L. Laurens Holban, P. Meijer, familie Ganga, Granloos, Kristal. Nou, het zijn een greep van de mensen die wij hebben bedankt voor het ondersteunen van onze broodproject Powaka. En we vragen mensen ons massaal te ondersteunen voor de mensen in nood. Isa den Palo, yeah. Je ziet mij omringd met de kinderen die dagelijks voorzien worden van een goed gevulde belegde brood. Ik moet u vertellen dat u ons altijd op school ziet met de broden. Maar vandaag nemen wij u mee hoe de broden gemaakt worden, hoe de broden voorbereid worden vanaf de bakker tot het verpakken. Weet u, en dan heeft u een beeld hoeveel werk dit allemaal met zich meeneemt. Met werkers die je moet betalen. Iemand pijs of pijs de bank. U ziet ze op school, maar daarnaast zijn er ook werkers die betaald worden, die in de vroege ochtend bezig moeten zijn. En wij moeten vanaf de stad uitrukken naar Powaka. En daar zitten we ongeveer 100 kilometer dagelijks. En gaat u daarna, u weet zelf wat een liter benzine kost tegenwoordig. Dus je hebt benzine, je hebt personeel, je hebt werkers die bezig zijn daar op para. Kijk u maar zelf mee hoe het allemaal aan toe gaat. Kijk u maar zelf mee. Problema no hay can cochublo. Pa contra coherente. Hey, now we're gonna fix my love. Kinderen. Kinderen. Love you, bless you. And woman in a fray de fancy suma di man.